Ja, zo kent iedereen je, Lilian Viera. Ik ook, want ik heb je zo ook op North Sea Jazz gezien. Ja, dat associeer je meteen met jou. Maar nu maak je de stap naar hele rustige muziek. Samba, waarom? Ja. Waarom? Nou, na 10 jaar zoeken, op een gegeven moment hadden wij met z'n allen in de band de behoefte om iets anders te gaan doen. Om in ieder geval niet meer te vliegen of in ieder geval eventjes. Dat is toch weer die vliegangst. Ja, ja. Ja, ja. En Steven is dus al verder gegaan met het produceren van andere artiesten. Ruben Nijn is een daarvan. Steven is bezig gaan houden met zijn studio. En jij? En, en ik ben eventjes heel erg rustig geweest. Maar toevallig, er kwam een hele mooi project. En toen heb ik deze moment dan gepakt om iets te doen wat eigenlijk met mijn achtergrond gaat. Ik bedoel, ik ben opgegroeid met traditionele muziek. Mijn moeder zong heel erg traditioneel. Dus dat was eigenlijk het moment. En Bikudo, die ken ik al jaren. Zou je kunnen zeggen dat de liefde voor muziek eigenlijk ook daar zijn roots heeft bij jou? Bij de samba, omdat je moeder dat zong? Mijn moeder was en mijn vader was de president van de samba-school van het dorp. Okay. Dus, en mijn moeder de zong ook. Dus daar ben ik mee opgegroeid. Elke zondag komen mensen bij ons thuis om muziek te maken. Oh, en dus dat was echt een hele mooi moment. En met deze muziek wat we doen, eigenlijk de Chorinho, het muziek van begin vorige eeuw, dan kunnen we dus al deze herinneringen ophalen. Ja, ja. Laten we even kijken. Je hebt het namelijk over je vader en je moeder. Laten we daar even naar kijken, want Remco Dekker, ja, die maakt een film over Zuko 103. En die ging voor jou, voor die film, ging die met jou terug naar Brazilië. En dan zien we ook je vader en moeder. Laten we even kijken. Eu achava que eu deveria cantar brasileiro. A gente sempre fala de música brasileira, que ela sempre cantava aqui. Ja, emotie als je terug bent in Brazilië. En nu weer. Ga je weer, Lilian. Echt, ik ben echt een boten. Maar heb je dat dan ook met die samba? Want je zegt, het is de muziek uit mijn jeugd. Wat doet die muziek met je als je het speelt voort? Nou, dat doet me heel erg absoluut te denken aan vroeger. Net wat ik vertelde, mijn moeder zong met zoveel plezier. Ze was eigenlijk een zangeres en die wilde heel graag verder met de muziek. Toen ging ze trouwen en dat mocht niet meer. En op een gegeven moment heb ik dus uit van haar onbewust overgenomen, want ik was eigenlijk verpleegster. En in Nederland ben ik dus aan het conservatorium gegaan. Ja. En er kwam een moment in mijn leven dat ik graag wilde stoppen met studeren om terug naar Brazilië. Mm-hmm. En zij stuurde mij een brief waar ze zei: doorgaan, want je bent alles wat ik altijd heb willen zijn. Aha. Dus ondanks het feit dat het voor haar heel moeilijk was om mij te missen en zo. Dus, en inderdaad, met mijn muziek heb ik ook wel een heleboel dromen kunnen verwezenlijken. Ja. En, dus als ik zing, dan het voelt alsof het een eerbetoon naar mijn moeder is. Dat is mooi. Eigenlijk wel. Want je hebt daarvoor dus met Zuko, toch was het lekker energieke, opzwepende muziek bijna. Nu zing je samba heel klein, ook in kleine theaters. Niet meer in die grote, niet meer op die grote festivals. Ja. Wat is daar moeilijk aan? Of is het niet zo moeilijk om samba te zingen? Nou, wat ik wel merk is dus dat met de Zuko, ik vroeg me altijd af of wij bij dit plek hoorden waar wij op dat moment waren. Waar een hele grote festival was. Mm-hmm. En de muziek was echt een beetje een onbekende, rare soort muziek. Dat je nooit wist of het wel zou aanslaan. Ja. Dus op een gegeven moment stijden ze in een plek en ik dacht, oh mijn god, het wordt nooit. Ze reageren niet. Ja, ja. Nou ja, dat was een lege plek. En dan het was echt keihard werk en iedereen ging dus al mee. Dat was wel te gek, maar het was echt zo ontzettend wel hard werken met deze muziek. De muziek staat voor zichzelf.
deze muziek staat echt voor zichzelf. Ik hoef niks te bewijzen. Het is geschreven door de mooiste componisten. Die teksten zijn zo... Ik hoef alleen maar te zingen en te voelen. In plaats van zorgen dat de mensen gelukkig worden. Want dus eigenlijk is het makkelijker, want je zingt gewoon met je hart. Ja. Weet je, en diegene die hoort, dan zou het voelen of niet. Maar dan het is het niet mijn verantwoordelijkheid meer. Ik bedoel, je voelt wat je voelt. Hoe moet ik Samba's eigenlijk zien? Is dat een beetje, is het echt de volksmuziek van Brazilië, zoals wij André Hazes hebben? Noem maar. Eigenlijk wel, eigenlijk ja? wel. Van Rio de Janeiro, absoluut wel. En het is een stijlmuziek wat heel erg geassocieerd werd met mensen die niet wilden werken. Het werd alleen maar geassocieerd met alleen maar zwarte mensen. Okay. Ja, het was echt best wel gedurende de hele tijd heel erg gediscrimineerd. En na het lopen van de tijd, dus het is die mentaliteit is natuurlijk weer heel erg veranderd. Ja. Ook door het feit dat jongere talenten die heel populair waren, gingen juist dus al naar deze roots zoeken. En toen hebben ze dus al echt naar de teksten geluisterd. En toen is het ineens heel erg gerespecteerd. En, ja. Ja. En sta je hier? Dan gaan wij er naar luisteren. Sta ik. Het wordt tijd om naar je te gaan luisteren. Als je alvast die kant op wilt gaan lopen. Dank je wel. Want ze gaat natuurlijk voor ons zingen. Samen met Rogério Bicudo. Nou zeg ik het eindelijk een keer goed. Naam die ik me niet kon onthouden vandaag. Op gitaar. Met z'n tweeën. Intiem, zoals gezegd. De akoestische samba. We gaan luisteren naar Lilian Vieira. Met het nummer Diaspora. De quem fiquei, me sinto solto a flamar, sublime este meu viajar, neste jogar não perdi, ganhei. Veneza, Brasil, o grito primário, estrelas dançando no céu, no astral, os olhos da minha amada. Refletem minha batucada no ritmo quente do carnaval. Hey, yeah. Em Amsterdã, Londres ou Pequim, Angola, Viena, Ceilão ou Paris, eu quero voar, Varsóvia ou Turim, é Tóquio, Lisboa, é Rio ou Benin. Eu quero provar da aldeia em que estou, o naco de cada país Moscou. Vestido nos braços de quem fiquei. Me sinto solto a flanar, sublime esse meu viajar. Nesse jogar não perdi, ganhei. Veneza, Brasil, o grito primal. Estrelas dançando no céu, no astral. Os olhos da minha amada. O ritmo quente do carnaval.
Amsterdã, Londres ou Pequim, Angola, Viena, Ceilão ou Paris. Eu quero voar, Varsóvia, Turim, é Tóquio, Lisboa, é Rio, Benin. Eu quero provar, da bem que estou, um naco de cada, Bahia, Moscou. Dankjewel, Lilian. Ja. Dank ook daar aan Lexenberg. Dank Paula van der Oest. Want we zijn er alweer doorheen. Dit was Kunststof TV voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. Zelfde tijd, 5 over 6 op Nederland 2. Graag tot dan. Fijne avond nog. Dag.